Meerdere studenten dreigen binnenkort uit hun studentenhuis gezet te worden. Veel verhuurders missen namelijk een omzettingsvergunning. Zonder deze vergunning mag je geen kamers verhuren. Doe je dit toch en de gemeente komt hierachter, dan krijg je als verhuurder een flinke boete. En de studenten die de kamers huurden, staan vervolgens op straat. Uh, nou, je hebt een omzettingsvergunning nodig als je een pand wil verhuren aan meer dan twee personen. En uh, nou, die heb je nodig, die kan je aanvragen. Die wordt al jaren niet meer uitgegeven, omdat uh, het gemeentebestuur vindt dat er genoeg studentenhuizen in, in Groningen zijn. Studentenstad ziet dat anders. Uh, maar als je ze niet meer uitgeeft en je gaat nu ook nog eens redelijk veel studenten op straat zetten, omdat er wordt verhuurd, of, uh, wordt verhuurd zonder omzettingsvergunning, en dan krijg je een nog groter probleem op de huizenmarkt, die al zo groot is. Wij vinden het best vervelend dat uh, de gemeente ja, eigenlijk laat weten dat wij eruit moeten. En dat, uh, om, omdat onze verhuurder niet, het goede, niet de goede vergunning heeft. Nou, we hebben tot juli de tijd. Dus dat betekent dat we iets van 2,5, 3 maanden hebben om een nieuw huis te vinden. En het is in Groningen gewoon best lastig om een nieuw huis te vinden uh, met deze woningmarkt nu. De communicatie tussen de verschillende partijen kan beter. Ja, zo ongeveer begin maart stond iemand op de stoep met de vraag van, uh, zijn jullie er al uit? Uh, uh, nou, dat was de eerste keer dat wij een beetje dachten, nee, we zijn er nog niet uit. Daarna hebben we zelf contact opgezocht met de gemeente. En uh, nou, eigenlijk via dat contact hebben we toen ge te horen gekregen dat we eruit moesten. Nou, verhuurders horen het inderdaad vrij ruim van tevoren. De gemeente doet dat, doet dat op zich netjes. Alleen, uh, vaak is het zo dat huurders dat nog niet weten. En huurders horen het dus pas een paar maanden van tevoren. En moeten dan opeens een vervangende woonruimte vinden... In de ontzettend krappe huurmarkt. Studentenstad heeft meerdere oplossingen voor het probleem. Bijvoorbeeld dat je als gemeente verhuurders verplicht om vervangende woonruimte te regelen. Je kan zeggen als uh, gemeente, in sommige gevallen geven we toch een omzettingsvergunning uit. En bijvoorbeeld iets van een boete of, of een schikking met de verhuurder. Dat zijn allemaal mogelijkheden, waardoor de huurder niet meer de dupe is. En het toch uh, de gemeente zijn beleid kan uitvoeren. Want het is echt schande dat er nu zoveel huurders op straat komen te staan. Ja, het liefst zou ik hier natuurlijk willen blijven wonen. Het is een heel fijn huis en ik heb fijne huisgenoten, dus het is ja, lastig om dan eruit uh, te worden gezet. Als dat niet lukt, dan zou ik in ieder geval meer tijd willen, want drie maanden om een nieuw huis te vinden in Groningen is het op dit moment echt heel lastig. Um, en uh, vooral omdat er ook nog meer mensen op deze manier uh, het huis uit moeten, dus we zijn ook niet de enige die dan uh, op zoek gaan naar een nieuwe woning. Hmm.